zijn vandaag bij de Material Experience in Dahoy in Rotterdam. Het is een prachtig initiatief. Wat ik daar heel bijzonder aan vind, is vooral ook de stappen die gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. Ik vraag me wel af of we steeds meer moeten innoveren, of dat nodig is, of de consument daarop zit te wachten. Ik denk dat duurzaamheid niet alleen maar gaat over ontwerp en over techniek, maar dat het ook gaat over hoe gebruiken mensen materialen. Natuurlijk vind ik het altijd heel bijzonder als er meer natuurlijke materialen worden gebruikt en dat er nagedacht wordt dat je bijvoorbeeld stappen in het proces kunt overslaan. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat er nagedacht wordt bijvoorbeeld over nieuwe businessmodellen. Ik voorzie dat er in de toekomst van mode dat er veel meer lokaal geproduceerd gaat worden. Maar daarvoor hebben we wel nieuwe technieken nodig. Dus we gaan zelf niet allemaal meer achter de naaimachine zitten. Dus die productieprocessen die moeten hergedefinieerd gaan worden. Daarnaast hebben we een aantal andere concepten waarin kledingstukken voor je gaan zorgen. Dus dat ook veel meer waarde weer terugkomt aan kleding. Want het wordt nu bijna een wegwerpvoorwerp. Maar ook hoe kleding op een esthetische manier kan gaan veranderen. En daarnaast is er natuurlijk het hele circulaire kledinggebruik. Ja, ik voorzie een hele mooie toekomst van kleding. Maar we zullen wel moeten gaan innoveren in ons productieproces, maar ook in het gebruik van kleding.